Hoe is het om een eigen shirt te hebben hier nu? Nou, toen ik vorige week gebeld werd via mijn zoon, want mijn telefoon stond uit, vond ik het wel hartstikke leuk natuurlijk en een hele eer. Ik kom er nu al bijna 55 jaar. Ik ben vanaf mijn vijfde jaar ben ik lid van Sparta geworden. En ik kom er nog steeds, dus... Daar de kans en de goal. Ai, 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 ai. Daar is de goal van Lenkeek. Dat moet Lenkeek zijn. Je bent oud voetballer natuurlijk. Je hebt hier 10 jaar gezeten. Ja, wat was dat voor tijd? Nou ja, 10 jaar. Ik heb 10 jaar betaald voetbal gespeeld hier bij Sparta. Maar daarvoor natuurlijk vanaf mijn vijfde op Vredelust gelopen. Tot eerstejaars A. En toen ben ik overgegaan. En toen heb ik 10, 11 jaar in het eerste gespeeld. En toen moest ik helaas stoppen, omdat ik een versleten heup had. Maar ja, ik ben nog steeds topscorer alle tijden. En dat is wel leuk. Hoe is het sowieso om dadelijk supporters te zien met... jouw shirt? Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat is hartstikke leuk om te zien. En vooral op de Dennis Neville, daar lopen de meesten met zulke shirtjes aan. Dus ja, lijkt me hartstikke leuk. Is het bijzonder dat Sparta nog steeds waardering heeft voor clublegendes? Ja, dat vind ik wel. Ik heb 2 seizoenkaarten voor de rest van mijn leven. Dus dat wordt wel gewaardeerd. Je zit altijd op de Dennis Neville tribune met je zoon. Ja, ga je dit shirt dan ook echt dragen als je op de tribune zit dadelijk? Oh, dat is een goeie. Nou, misschien van de zomer wel, ja, maar nu even niet tegen hem.